Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I... Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag donderdag en dit is volgens mij Vlogmasdag 7. Het is best wel vroeg. Niet zo vroeg als ik normaal moet opstaan. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze vlogmas. Oké, ik heb echt nog een hele erg ochtendstem. Maar ik heb zo meteen stage. En ik ben echt kapot moe. Maar ja, de reden waarom ik hier film en niet in mijn kamer is omdat Mick nog ligt te slapen. En ik moest nogal dingen doen voor school. Ik moet zo meteen 2 lessen geven en ik heb eigenlijk... ja, hoe gaan we het zeggen? Niks gedaan. Dus ik moet dat nu nog gaan voorbereiden. En gelukkig beginnen ze dus iets later, want anders had ik het gewoon niet afgekregen. Maar ik ga nu eventjes... ik heb mijn make-up wel gedaan. Ik ga dan nu even snel die rekenles maken en dan op weg naar stage. Pakken, maken. Maar is best goed. Kijken. Fresh. Ik ga even eten en drinken pakken. Oké, ik moet nog even snel een broodje maken. Heb ik daar zin in om dat nu te maken? Nee. Moet ik het gaan maken? Ja. Ik heb hier zo weinig zin in. En ik heb vandaag van 10 tot 3 stage. En ik moet om 6 uur werken. Dus ik moet wel nog even kijken wat ik precies ga filmen. En ik heb wel mijn taal- en rekenles voorbereid. Een soort van. Oké, het is inmiddels 4:30. En ik ben nu pas klaar met stage. Dus het is allemaal wat uitgelopen en wat later dan ik dacht. Aangezien ik straks moet werken. Ik heb vandaag mijn taalles gegeven en mijn rekenles. En het ging allebei super goed. Voor rekenles moesten we een actieve rekenles geven. Dus dat de kinderen echt zelf ook dingen... gingen meten bijvoorbeeld. En dat was heel erg leuk. En de kerstboom stond er alweer bijna. Voor het idee. En we zeggen gisteren Sinterklaas en nu weer de kerstboom. Het is nu groen, dus ik ga nu rijden. En ja, ik ga nu naar huis. En dan ga ik even wat eten. En ik ga dus om 6 uur alweer werken. Dus ik heb weer een hele drukke dag. En dat vind ik niet erg. Alleen ik vind het gewoon vervelend. Omdat ik gewoon niks kan filmen. Ja, want ik heb morgen wel een korte dag en een leuke dag. Want ik heb morgen schoolgala. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb alleen gewoon niks gekocht van wat ik nieuw aan kan doen. Omdat ik dit jaar dat gewoon eigenlijk niet wilde. Maar dat hoeft ook eigenlijk ook niet altijd. Ik ga nu eerst even naar huis rijden. Ik weet niet eens of jullie de lichtjes wel kunnen zien. Maar ik krijg best wel vaak een paar vragen die... onder al mijn video's terugkomen. En aangezien deze vlog niet heel lang gaat worden, dacht ik, ik ga die even beantwoorden. Als eerst wil ik iets zeggen over mijn werk. Wat voor werk ik doe? Ik doe YouTube een beetje als werk, maar meer als plezier. Want ik verdien er niet heel veel geld aan en ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En daarom doe ik het ook. Ook als ik er geen geld voor zou krijgen, zou ik het ook doen. En ik heb inderdaad ook een baantje naast mijn YouTube. Omdat ik ook gewoon naar school ga en gewoon mijn dingetjes wil kopen in de maand. En als ik daar weg ben bij dat werk, zal ik jullie vertellen wat voor werk ik doe. Ik werk in ieder geval in een winkel en meer wil ik er liever niet over zeggen. Omdat ik gewoon werk met YouTube echt gewoon gescheiden wil houden. En ik dat gewoon heel erg fijn vind. Dus jullie komen het ooit nog wel te weten, maar niet nu. Dan zag ik nog een reactie over mijn nagels. Want ik heb gisteren dus mijn nagels laten doen. En dit zijn dus mijn eigen nagels. Alleen ik laat er dus gel lak overheen doen. En dat doe ik bij Strictly Nails in Leiden op de Breestraat. En ik ben er heel erg blij mee. Ik doe dit al meer dan 1 jaar. En ik ga 1 keer per maand. En ja, ik vind het gewoon helemaal top. Dan kreeg ik nog vragen over een skincare routine. Dat komt er ooit een keer aan. Net zoals... mukbang en allemaal dat soort dingen. Ik probeer het echt als ik het een beetje niet meer zo druk heb. En ik krijg ook best wel vaak vragen over kleding. Dus stel dat je daar een vraag over hebt en ik noem het niet in de video.
probeer dan een soort van duidelijk, bijvoorbeeld met een minuut erbij, te reageren wanneer ik het aan heb. Want soms verander ik van outfit en dan weet ik gewoon echt niet waar mensen het over hebben. Dan krijg ik ook nog best wel veel vragen over school. Komt binnenkort ook een video over. Maar ik heb inderdaad ook gewoon theorievakken als aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands taal. Alleen ik film gewoon alleen bij de leuke vakken. Dus daarom zien jullie dat ook alleen maar. Maar niet dat jullie denken van, ik heb niks. Weet je wel zo. Dan had ik gisteren een video laten zien over de bullet journal. Dat ik een nieuwe heb. Ik heb deze besteld. En deze is marble. En deze is 10 euro van bol.com. En ik ben hier echt zo blij mee. Dan heb ik een stickerboekje besteld bij bol.com. Die was ook 10 euro. Mijn bullet journal stickers. En daar zitten echt alle stickers in die je nodig hebt qua maanden, dagen, emojis, letters, weet ik veel. Echt alles. En ik vond het gewoon heel leuk om erbij te doen. Omdat ik gewoon niet, ik kan wel mooi schrijven, maar niet zo mooi zoals ik het zou willen. En deze had ik er ook bij gekocht en dit was ook 10 euro. En hier kan je dus van die figuurtjes, zodat je niet zelf hoeft te tekenen. Dan was dit even een update. Ik wacht even tot mijn vader thuis is, want ik wil wat gaan eten, want het is nu 4:15 en ik moet om 6:00 werken. Ik wil eigenlijk ook nog een andere vlogmasvideo kijken. Maar ik ga dus nu eerst even wachten tot mijn vader thuis is en even kijken wat ik met eten doe. Ik ga even bij Naked kijken of ze leuke dingetjes hebben. En dan ga ik daarna even snel wat eten. Ik ga gewoon een tosti eten, want ik heb geen idee wat ik anders ga eten. En dan tot 9:00 werken. Misschien film ik daarna ook nog wel eventjes iets. Oké, ik heb net even 2 tosti's gegeten. En ik ga nu naar werk toe. Ik moet me omkleden. Ik moet er over 20 minuten moet ik eigenlijk beginnen. Maar ik wil gewoon echt niet opstaan. Echt niet. Maar ik heb ook geen idee wat ik als thumbnail vandaag ga doen of als titel. Ik moet echt nog even gaan kijken wat ik vanavond nog van deze vlog ga maken. Oké, ik ben terug van werk. Ik ben echt helemaal kapot. Maar ik ga nog even make-up training halen. Dat had ik beloofd. Ik heb gewoon even mijn groene joggingpak aan. En ik ga hem nu ophalen. En ik zal daarna nog even vloggen als ik thuis ben. Want ja, ik heb volgens mij echt nog helemaal niks gefilmd. En in de auto zie je toch niks. Dus dan heeft het ook geen nut om te filmen. Dus ik film eventjes als ik thuis ben. Oké, ik heb Mick even opgehaald. Gaat dat ding nou serieus nu dat geluid maken? En we hebben even een hamburger gemaakt. Om 11:30. Echt heel gezond. Zei je toch wel lekker was? Wat zei je? Dat is toch lekker? Maar ik ben dus echt bang dat ik gewoon maar echt 1 minuut heb gefilmd vandaag. En dan moet ik me ook nog morgenochtend gaan bewerken. Oké, maar ik ga nu even IKEA uitzoeken. Jij mag 1 item uitkiezen. Ja. Oké. Ik ben echt bang dat deze vlog echt heel erg kort is, maar ik ga hem wel afsluiten. Ik hoop dat je die video alsnog leuk vond. Abonneer dan even op mijn kanaal en doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen om 4:00 weer bij een nieuwe video. Doei!